En daarom heb ik een preventieve operatie laten doen aan mijn borsten. Voor de eerste keer werd er in de Haagse grachten gezwommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het is de eerste Haagse editie van Swim to Fight Cancer. Dus ik ben ontzettend trots dat zoveel Hagenezen vandaag in het water duiken en dat nog meer Hagenezen doneren. Ja, en als je nog niet gedoneerd hebt, doe het, want het is tegen kanker een hele erge rotziekte. En we halen nu met z'n allen geld op om die ziekte te bestrijden. Vandaag vindt de eerste editie van Swim to Fight Cancer in Den Haag plaats. Mensen die hier allemaal meezwemmen hebben zich ingeschreven. Die worden gesponsord door mensen die ze kennen, buren, opa's, oma's en familie. En al dat geld wat op wordt gehaald gaat naar het goede doel. Dus we gaan hier ieder jaar een feestje maken om kanker te bestrijden. Nou, ook ik heb in mijn omgeving mensen aan kanker zien ontvallen. Vorig jaar was dat een hele goede vriendin met wie ik 6 jaar een relatie heb gehad. Die is er niet meer, laat 2 kinderen na. En dan zie je dat kanker echt een rotziekte is. Ja, en afgelopen jaar is mijn moeder overleden. En waarschijnlijk door de gevolgen van de bestraling die zij 10 jaar geleden heeft gehad, omdat ze borstkanker had. Het verhaal van Richard de Mos staat niet op zichzelf. Ambassadeur van het evenement, Dominique van Vliet, weet ook als geen ander hoe het is om met de ziekte om te moeten gaan. Haar dochter heeft namelijk ook kanker gekregen en zwemt mee om geld op te halen. Ja, zij weet wat het is om ziek te zijn en ze heeft zo'n beetje alle facetten van kanker, weet je, bestraald, chemo en uiteindelijk is haar been geamputeerd. Dus ze weet dat er geld nodig is en nou, daar heeft ze heel goed haar best voor gedaan. Helaas komt de ziekte nog te vaak voor met slechte afloop en onderzoek is heel hard nodig daarvoor. Onderzoek kost geld en dit soort events in de stad met allemaal betrokken mensen uit Den Haag helpt dat doel uiteindelijk om medicijnen te maken waardoor kanker geen dodelijke ziekte meer is. En wat is het opgehaalde bedrag? De tellen staan nu op bijna 260.000 euro, denk ik. En we hopen dat vandaag met dit mooie weer en deze enthousiaste mensen er nog een beetje doorgesponsord wordt. Zodat we richting de 3 ton gaan. Hoe ging het? Ja, supergoed. Het is toch heel anders als je met zoveel mensen tegelijkertijd in de gracht bent. Terwijl je normaal in een zwembad traint. Dus het ging eigenlijk mega snel. Het is ook superleuk met al die muziek en de zon en vrienden langs de kant. Dus het was eigenlijk een feestje. Waarom doe je mee? Zoals iedereen komt kanker natuurlijk iedereen voor. En ook in mijn familie. Helaas een genetische versie. En daarom heb ik een preventieve operatie laten doen aan mijn borsten. En kan ik alles weer en bewegen. Dus vond ik het echt heel mooi om op deze manier iets te betekenen. Was het niet te koud? Nee, is lekker goed. We hebben heel veel onderhuidsvet. Ja. Kijk maar. Hoeveel hebben jullie eigenlijk opgehaald? Ik heb 2500. De laatste 4 euro zijn van mijn dochter, Lisanne. Die heeft ze net overgemaakt. Ja. Van de spaarpotje? Van de spaarpotje, ja. Ja maar was net nodig. Ik 1000 en mijn bedrijf heeft gesponsord. En waarom doen jullie eigenlijk mee? Ik ben nu 50. Dan merk je dat die ziekte dichterbij komt. En om je heen denk je soms dat je in het bos loopt waar gekapt wordt. En dan moet je wat aan doen. En dat is best wel eng dan? Dan wordt het eng. Dan komen we dichtbij, ja. Goed, God, zijn jullie op jullie zelf nu? Super, we gaan het ook vieren. Gewoon een bier halen, hè? We gaan het pils. Nou, ga lekker het vieren. Ja, hoi.